Goedenavond, dames en heren. Jan-Robert Schutte, Crypto Academy. Vandaag wil ik jullie meenemen naar een hele leuke crypto trade van de week. En speciaal voor forexinfo.nl. En dat is namelijk Everex. Ik ben vandaag te gast geweest op Money Conference, Money 2020 in Amsterdam. Dat was een heel leuk event. Allemaal fintech bedrijven waren daar, veel payment solution providers. En waaronder ook Everex. En dan heb ik Alexi Lane ontmoet, een CEO en een founder van Everex. En wat Everex eigenlijk doet, die heeft dus onder blockchain een hele leuke payment system ontwikkeld. En dat is voor foreign currencies, instant money transfer, direct payments ook, dus voor winkeliers. Op één druk op de knop en lending service zijn er ook. En ik wil jullie meenemen naar Everex. En die is namelijk op CoinMarketCap ook te vinden. En ik meen op plaats 378, 374 zelfs. En de markt is nu $1.04. Op Binance is hij ook verhandelbaar. En dat is het grootste gedeelte. Dat is 67%, 2/3. Yobi iets minder in Binance, Yobi en ook HitBTC, maar heel weinig. En dus als je wilt kijken naar Everex, kijk gerust op de website van Everex.io. En ook naar de chart gaan we dus naar TradingView. En dan zien we dat Everex rond $1.03 noteert. Aan de onderkant hebben we een stoploss zeg maar, van 20%. Dan kom je om en erbij 80 cent uit. Heb je een 1-op-1 ratio, dan gaan we naar 1,20 toe. En heb je nog een hogere, dat is 1,40, een 2-op-1 reward risk. 1,60, dat is dan 3-op-1. Dus winst-verlies. Nou, we hebben zelfs een piek gehad op $2.60. Nou, als dat het geval is, zou het natuurlijk mooi zijn. Maar desniettemin, we hebben zelfs nog op $8 gestaan eerder dit jaar. Nou, als we gaan kijken op uurbasis, even kijken wat daar de verschuivingen zijn. Nou, dan zien we vandaag ook een wilde swing omhoog, 1,20 tot weer $1.04, $1 terug. Behoorlijke volatiliteit. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen zou ik zeggen. Maar wij vinden op zich wel een leuke coin om daarna te kijken. Everex versus dollar. Op 1,04 kun je ze oppikken. 1,03 misschien als je geluk hebt. En respecteer wel de stop-loss levels. Je zou wel een eerste noodrem kunnen zien op 96 cent of iets lager, 80 cent. En dat is dan die spike naar beneden. Ik weet niet of het een misperen is, maar 80 cent is op zich wel een aardig rondgetal, 20% lager. Ik sluit bij deze af. Kijk gerust op forexinfo.nl en we spreken heel snel. En tot de volgende keer. Veel succes.